Ik heb een heftig verleden meegemaakt en ik heb angst. Waar moet ik terecht voor hulp? Iemand met klachten op een duur ergens tegenaan loopt. Er is altijd iets gebeurd of een soort van breekpunt of kantelpunt... dat iemand denkt, nu ben ik er klaar mee. Ik ga nu hulp zoeken. Zo'n verwijzing, wat ik heel vervelend vind bij het doorverwijzen... is dat je soms mensen doorverwijst, dat ze maandenlang wachten... en dat men dan last minute zegt, nou, nee, dit patiënt is niet geschikt voor ons. Kijk maar of je het ergens anders kwijt kan. Welkom bij de Mentale spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en jou voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, uit Spee, En naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En vandaag hebben we een vraag binnengekregen en die luidt als volgt. Ik heb een heftig verleden meegemaakt en ik heb angst. Waar moet ik terecht voor hulp? Ik denk dat ze dan de GGZ bedoelen of niet? Of überhaupt nou. de hele de, de Customer Journey van de. Toekomstige cliënt. Ja, ja, ik denk inderdaad van uh, waar moet zo'n iemand als eerste naartoe? Kijk, natuurlijk naar onze podcast om jezelf te verrijken van informatie. En ja. dan? Ja, dus je merkt eigenlijk dat dan op het moment dat je dus angstig bent. Ik neem aan de meeste mensen gaan googlen of die gaan op YouTube, Spotify invoeren van, hé, hey, wat moet ik doen? En daarin kan je dus al vaak wel zelfhulptips krijgen, zoals ook in onze podcast. Dan denken we vaak mee, ook met onze tips van de week en onze video's, van hé, hey, wat kan helpen op de korte termijn, om te kijken of er al hier en daar, of je wat verlichting kan brengen, of je onmiddellijk eigenlijk al wat uh, klachtenvermindering kan uh, bewerkstelligen. Of in ieder geval begrip krijgen van, hé, hey, wat is angst? Wat voor angst heb ik en waarom heb ik angst misschien? Mm -hmm. um, dus dat is sowieso de route vooraf. En waarschijnlijk ga je dan ergens vroeg of laat wel naar de huisarts toe. Ja. Dus dat ben jij. Ja. En wat, uh, wat zou je doen als je zo'n uh, cliënt krijgt die zegt van, hé, hey, ik, ik, ben, ik ben angstig, help mij. Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Dus in de, inderdaad, ik denk dat, dat, dat iemand met klachten op een duur ergens tegenaan loopt. Er is altijd iets gebeurd of een soort van breekpunt of kantelpunt, dat iemand denkt, nu ben ik er klaar mee. Ik ga mm -hmm. nu hulp zoeken. Ja. En, en bij de mensen die, die somber zijn, dan is het vaak dat mensen dan bijvoorbeeld of een suicidale gedachte hebben gehad. Of dat iemand zegt van ja, hey, dit gaat zo niet verder. Of uh, ja, je hebt een heleboel voorbeelden. Of iemand krijgt zijn eerste paniekaanval. Uh, dat zijn allemaal, je hebt meestal wel iets nodig om toch te zeggen, oké, okay, nu is het klaar. Ik loop hier al jaren of maanden mee rond. Nu ga ik hulp zoeken. Het is eigenlijk die leiderslast die je bedoelt, hè? Ja. En in die zin ook op het moment dat je denkt van, hé, hey, ik ben angstig, maar ik vind het helemaal prima. En als ik hier over 10, 20, 30 jaar nog mee leef, dan vind ik dat ook helemaal prima. Ja. Dan is dat waarschijnlijk ook een, um, een factor om geen hulp te zoeken. Precies. Ja, dus je ziet ook je een moet beetje. Ik zou het wel vervelend vinden, ja. Ja, dus je ziet dat ook een beetje bijvoorbeeld als mensen onze depressiecheck invullen. Als ze sombere klachten hebben. Dus uh, uh, op onze website hebben we dus een depressiecheck: ww.kusseneisje.nl/slash depressiecheck. En als je die dan invult, um, zie je ook tegen mijn voet aan. Uh, als je die dan invult, um, dan zie je ook vaak dat mensen dat invullen als zij tot een bepaald punt zijn gekomen. Ja. En dat punt, dat zorgt ervoor dat iemand actie gaat ondernemen. En ja, bij angst is dat dan denk ik dat iemand iets heftigs heeft meegemaakt of weer geactiveerd is of een opmerking heeft gekregen, waardoor hij dus naar de huisarts komt. En als je bij de huisarts komt, dan vragen we dat ook altijd. Van hé, hey, wat is de reden dat je nu komt en niet een paar weken terug? En dan hoor je vaak toch wel dat er iets gebeurd is. Mm -hmm. En wat kan je dan doen? Ja, uh, we hebben wel wat, wat, wat kleine dingen die we doen. We hebben maar een kwartier. Dus ja, wat ga je in een kwartier doen? Terwijl een psycholoog een uur heeft en meerdere sessies heeft. Um, dan zijn er twee opties. Dus of we geven zelf tips mee. Dus we doen een beetje bijvoorbeeld de, 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 denken, voelen, doen bijvoorbeeld. Dat is mijn uh, acroniem die ik gebruik. Dus, dus als je angst hebt, wat denk je op dat moment? Wat voel je op dat moment? En wat denk je dat dat gevoel voor jou creëert? En mm -hmm. dan eigenlijk een beetje cognitieve gedragstherapie light wat we yeah. toepassen. Dus we zeggen van hé, hey, je hebt dit, dit gebeurt er in je. Moet je die gedachte of je gedrag daarop niet veranderen? Dat doen we en dat proberen we. En ja, goed, als dat helpt, dan is dat leuk. En als dat niet helpt, dan um, schrijf we een verwijsbrief naar de GGZ. Maar het probleem met de GGZ is wel dat het altijd heel lang duurt, de wachtlijst. Ja, want verwijs en... je altijd door? Want um, zeker bij angst, hè, je hebt heel veel verschillende soorten of type angst. Schrijf je dan in je verwijsbrief inderdaad van... hé, hey, last van paniek, dit is de reden. Of probeer je al wat meer zicht erop te krijgen van... hé, hey, wat zit daar precies? En zijn er ook redenen waarom je denkt van... hé, hey, ik ga niet doorverwijzen? En we gaan het gewoon nog even aankijken. Ja, um, het, het, het ding is een beetje het licht aan de lijnenslast en hoe duidelijk het is, denk ik. En um, zo'n verwijzing, het, wa, wa, wat ik heel vervelend vind bij het doorverwijzen, is dat je soms mensen doorverwijst, dat ze maandenlang wachten. En dat men dan last minute zegt: Ja, nee, dit patiënt is niet geschikt voor ons. Kijk maar of je het ergens anders kwijt kan. En dan denk ik had met mezelf, wacht eens even, deze patiënt heeft al zes of, zes of negen maanden gewacht. En dan moet hij weer zes tot negen maanden ergens anders wachten. Dus dat soort, ja, en drie keer raden naar wie zo'n persoon komt naar de huisarts. Want de huisarts heeft mij niet goed doorverwezen. En dan denk ik bij mezelf van ja, maar elke GGZ-instelling heeft zijn eigen inclusie en exclusiecriteria. Ja. Het is niet dat ik eventjes uh, 50 of 100 GGZ-instellingen ga bestuderen wat precies een inclusie is. Dus dat is wel een grote, uh, groot, ja. Soms een beetje natte vingerwerk klinkt het bijna. Als je, als je yeah. denkt van nou, ik doe een beetje de best guess... die ik op dat moment heb met de informatie die ik heb. Yeah. En uh, ja, dat is wel heel lastig hè? En uh, ik weet ook nog wel... ik heb jarenlang ook in de GGZ gewerkt, in de specialistische GGZ. En wat eigenlijk een beetje het uh, probleem is, zou ik bijna willen zeggen... van de GGZ, is dat we eigenlijk te ver door zijn gaan specialiseren. Dus als Steven, je, je hebt een puzzel en die puzzel die heeft honderd stukjes... Dan hebben we eigenlijk gekeken van hey, welke klachten horen bij welke type problematiek. En elk stukje problematiek krijgt een eigen puzzelstukje. Mm -hmm. En uh, het probleem daarvan is, is dat je, voor je, je komt inderdaad naar iemand die angstig is. Nou, op het moment dat je angstig bent, nou, de kans is heel groot dat je ook um, slaapproblemen hebt. De kans is ook groot dat je depressief bent. Um, nou, angst en depressie wordt in theorie wel vergoed, maar je moet wel eigen risico betalen. Maar slaapstoornissen bijvoorbeeld niet. Dus daar zou de behandeling zich eigenlijk bijna nooit op richten. Mm -hmm. En dan ook op het moment dat je angstig bent... Hè, op het moment dat dat veroorzaakt wordt door een trauma. Dus hè, dat je misschien een hele ingrijpende traumatische ervaring hebt meegemaakt. Dan kan je ook als gevolg daarvan een angststoornis uh, ontwikkelen. Maar dan zegt ze bij de angststoornis van... nee, dit is eigenlijk meer trauma. Dat is meer voor uh, een, een traumakliniek. Ja. En op het moment dat je dus uh, die angst heel erg maakt... dat je in je interpersoonlijke contact... Dat daar vooral de cruxen zitten. Of dat er heel veel lading zit. En dat je heel veel um, dat het heel moeilijk voor je is om een band met een therapeut te creëren. Nou, dan zou je wat meer in de persoonlijkheidsstoornissenhoek denken. Um, en dan denken mensen van, ja, dat is te zwaar voor ons, of dat kunnen wij niet. Dan moet je eigenlijk ja. naar dat puzzelstukje. Dus eigenlijk zou je een soort van huisarts en huispsycholoog moeten hebben. Die even goed nadenkt: hé, hey, waar hoor jij thuis? En dan denk ik zelfs dan weet je niet precies welke GGZ-instelling... echt precies zo'n iemand zou aannemen of niet, deze cliënt. Dus dat is wel echt het hele lastige daarvan. Dus ja, als huisarts, je stuurt gewoon iemand naar een angstpoli... want je denkt, nou, je hebt angst, dus ik stuur je daar naartoe. Ja. Maar dan is het van, ja, er speelt ook persoonlijkheidsproblematiek. Dus dat kunnen wij niet aannemen. Of... De patiënt geeft aan dat hij wel eens alcohol drinkt. Ja, dat nemen wij niet aan. Ja. En, ja, en dan uh, wordt zo'n patiënt gestraft, als het ware onbewust, door weer zes tot negen maanden te moeten wachten. En ja, drie keer raden. Heel dat GGZ-systeem, dat, dat, dat loopt vast. Een zorginfarct. Ja, dat, dat ontstaat denk ik ook mede doordat wij niet precies weten waar iemand naartoe moet. En de wachtlijsten zijn allemaal ontzettend groot. En ja. er zitten blijkbaar ook heel vaak verkeerde mensen in die wachtlijst. Ja, nee, dus dat is echt een ontzettend groot probleem. En ook tijdens die wachtlijsten, hè, tijdens die, uh, ja, het wisselt natuurlijk per afdeling. Maar dat de problematiek ook weer kan verschillen. Dus stel je ja. voor, je hebt een paniekaanval gehad, je bent enorm geschrokken en in de tijd dat je hebt gewacht, heb je wel, ben je weer wat gestabiliseerd. Dan is misschien op dat moment de behandeling niet meer nodig of sterker gezien. Misschien op dat moment voldoe je niet meer aan de criteria van een paniekstoornis en heb je officieel gezien niet recht op voor goede zorg. Yeah. Dus normaal betaal je voor het alleen het eigen risico, is dus dan 385 euro per kalenderjaar. Um, en dat gaat dan in vanaf het moment van je eerste, eigenlijk de intake-al. Mm -hmm. En op het moment dat jij officieel geen DSM-diagnose hebt, dan wordt het niet vergoed door de verzorgverzekering. Mm. Dus je moet ook voldoen aan de officiële criteria van een DSM-stoornis, zoals paniekstoornis of een depressie of uh, een persoonlijkheidsstoornis, om het vergoed te krijgen. Ja. Yeah. Ja, maar je bent altijd wel je eigen risico kwijt als je naar de psycholoog gaat. Ja, en dat is wel heel grappig. Ik heb ooit een keer een, uh, een bedrijfsidee gehad, waarin ik dacht, zo van, nou, de, ik hoor heel vaak terug inderdaad, zeker bij de specialistische GGZ, want vaak word je als eerste door de huisarts doorverwezen naar de basis GGZ. En vroeger had je dan in ieder geval dan tien sessies die je mocht besteden um, per cliënt. En op het moment dat je dan onvoldoende uh, klachtenvermindering had dan wees je dan doorgestuurd naar een specialistische GGZ. En bij de basis GGZ... dan heb je gewoon een psycholoog tegenover je. Nou of een GGZ-psycholoog of een basispsycholoog. Maar die kijken gewoon heel erg klachtgericht... op basis van de DSM-criteria. En als dat onvoldoende werkt... dan word je doorgestuurd naar de specialistische GGZ. En die kunnen dan um, met, een, met een... Hoe noem je dat ook alweer? Um, van meerdere specialisten. Multidisciplinair gaan oh. ze dan naar ja. je kijken. Dus dan kan Eventueel een psychiater met je meedenken of een psycholoog of een uh, fysiotherapeut of een ergotherapeut, mm -hmm. maar dan het, 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 het is soms zo lastig, wat ik wel echt heel lastig vond in de jarenlange ervaring. Is dat je dus heel erg denkt: van hey, past dit precies bij ons, en je krijgt dan ook heel veel organisatorische factoren. Dus wat ik soms meemaakte is dan: um, kijk, ik ben best wel optimistisch ingesteld. Dus ik denk van, nou, kijk, weet je, ik ben psycholoog, ik ben uh, neuropsycholoog. Ik heb een uh, hele brede achtergrond. Ik heb heel veel uh, technieken ontwikkeld binnen het psychologisch spectrum. De meest voorkomende, zoals chemotherapie, ACT, de, um, CGT en EMDR. En ik denk dus van ja, als iemand zich aanmeldt, denk je zoiets van ja, tuurlijk kan ik wat met jou. Want ik heb jarenlange ervaring. Ik heb alle technieken en ik ga gewoon naar je luisteren en erachter komen van hé, hey, waar zit jouw probleem? Ja. Yeah. Alleen dan merkte in zo'n grote instelling dat dan de werkdruk was dan ook vaak een grote factor. Dus op het moment dat de werkdruk hoog is en iemand wordt naar je doorverwezen, dan kan het dus soms zo zijn dat je denkt zo van ja, hè, bij de twijfelgevallen denk je van ja, hmm, moeten we dit wel doen? Ja. En, soms dan, en dan kreeg je dan dus ook in zo'n multidisciplinair overleg, dan kreeg je dan discussies met elkaar. En ik had altijd zoiets van, hè, maar we hebben iemand zelf doorverwezen, die kan daar niet terecht, waarom nemen we diegene niet terug? Ja. En dat kon ons soms zo politiek voelen. En ik weet nog wel dat echt mijn onrecht werd dan heel vaak geactiveerd. Ik dan dacht van, he, maar boeie, geef diegene gewoon aan mij desnoods. Dan, um, dan, dan maken we er wat van. Zeker dat het nou echt niet lukt, laten we dat dan op dat moment inschatten. Maar dat je dus eigenlijk al van tevoren op basis van de intake of verslaglegging... eigenlijk al de keuze maakt van, hé, hey, dit past niet bij ons. Terwijl ik denk, ja, ik ben als psycholoog gewoon hartstikke breed opgeleid... En in theorie, ja, je moet met verschillende problematiek wat kunnen. Ja. En dat maakt dan niet uit of je nou bij een angstpodi zit of bij een depressiepodi. Ja, doe gewoon wat je kan en ga dan pas kijken wat heb je dan nog nodig. Ja, maar ik kan me maar heel goed, goed voorstellen. Ja, precies. Ik kan me heel goed voorstellen. Omdat jij dus nu, jij hebt achtergrond als neurowetenschapper. Je hebt achtergrond als neuropsycholoog. Je hebt ontzettend brede ervaring. Jij kan dat. Maar stel je voor dat jij vijf jaar op een angstpolie werkt, dan kan je alleen angst behandelen. Maar als er ook maar een beetje persoonlijkheidsproblematiek speelt of een beetje, um, ik noem maar wat, um, uh, trauma speelt, dan, 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 dan kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, maar dit is buiten mijn aggie. Ik... Uh, ik kan hier niet zoveel mee. Dus ik denk dat dat ook heel erg verschilt... per psycholoog wat voor zorg je krijgt. En je hebt ontzettend goede psychologen. Hetzelfde ja. voor artsen. Je hebt ontzettend goede artsen... dat ik echt denkt van... wauw, jij verdient gewoon een prijs. En je hebt er wat mindere ertussen zitten. Ja, dat heb je altijd. Dat heb je ook in de bedrijfsvoering. Ja. Maar ik vraag me dan ook af... wat ik heel erg merk in het ziekenhuis. Ik denk dat we wel eens vergeten... dat een ziekenhuis is gewoon ook een bedrijf. Een GGZ-instelling is ook gewoon een bedrijf. Er moet... In een bedrijf moet je moet je omzet genereren. En want je hebt nog, die, al die mensen die er werken, die kosten geld. Ja. Uh, de ruimte kost geld. Dat is ontzettend duur. Ook uh, zeg maar, zo'n kantoorruimte, om het even zo te noemen. Een ziekenhuis erin, is ontzettend duur. Er moet gewoon omzet binnenkomen. En ik vraag me dan ook af, zijn er bepaalde patiënten die niet zo goed zijn voor de omzet? Of wordt gewoon alles klakkeloos vergoed door de zorgverzekeraar, waardoor je eigenlijk ook iedereen zou kunnen houden? Hoe, hoe, hoe zit dat binnen de GGZ? Heb je daar inzichten over? Jij ja, bent natuurlijk geen uh, GGZ-manager, maar... Uh, nou, bij mijn, uh, bij mijn laatste uh, baan in loondienst, uh, toen merkte je dus inderdaad dat het met die omzet heel slecht ging. En wij zijn dus uiteindelijk ook failliet gegaan. Ja. Dus wat, wat je toen inderdaad ook merkte, en dat is dus ook het lastige, dus op, wat je dus vaak merkt is dat er dus reactief keuzes worden gemaakt in plaats van dat er van tevoren wordt gekeken van hé, hey, wat zijn de patronen ook in de geldvoering? Ja. Dus toen ik daar kwam werken, toen was er eigenlijk een enorme wachtlijst en waren er veel te weinig mensen, omdat er dus vaak wel een grote doorlopen aan personeel is. Ja, en ook het was heel specialistische zorg natuurlijk. Wat, wat, even voor de beeld van wat deden jullie precies uh, ik werkte bij de laatste de... beroep? Neuropsychiatrie, dus eigenlijk mensen met niet-aangeboren uh, niet hersenletsel. Um, die dan ook psychologi op psychologisch gebied klachten ervoeren. Ja, precies. Dus dat zijn mensen die ergens in hun brein iets hebben gehad. en dat kan dan variëren van een hersenschudding. tot een infarct. tot epilepsie. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk. dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen. Pauseer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. En die dan vervolgens uh, later uh, vaak of, of angst of trauma of paniek of uh, somberheid uh, ontwikkelen. Of die dus door hun persoonlijkheid of door de dingen die ze vroeger hebben meegemaakt niet met die verandering, met die knik konden omgaan. Ja, dus het vereist eigenlijk heel veel kennis over het brein, maar ook kennis over de psychologie. Ja. Want eindstand alle psychologische problemen komen uit die grote vriend... die we hier op tafel hebben. Ja, brein. Zeker. Ja. Oké, okay, dus, dus inderdaad, het bedrijf ging uiteindelijk failliet door het omzet inderdaad. Wat, wat was daar de oorzaak dat het failliet ging? Te veel patiënten, te weinig? Of de verkeerde? Nou, of hoe, uh... Ik denk gewoon de, dat, 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 dat ze heel weinig controle ervaren. Dus ik zeg maar, toen ik daar kwam werken, toen was er een, uh, was er een veel te lange, lange wachtlijst. En er was een, te, te weinig personeel, omdat er veel doorloop was aan personeel. Ook hier en daar uh, mensen die ziek waren, burn-out. En uh, op een gegeven moment dan werd er dus een patiëntenstop ingevoerd. Nou, het gevolg was, drie ja. maanden later waren er te weinig patiënten. En had je te veel personeel rondlopen omdat er nieuwe mensen werden aangenomen. En um, toen uh, was het inderdaad ook dat de patiënten die we hadden, die leverden te weinig geld op. Hmm. Dus wat er dan gebeurt, is, um, dan wordt er vanuit het management aangestuurd dat je eigenlijk meer productie moet gaan draaien of efficiënter moet registreren om dus meer geld binnen te halen. En hoe het werkt bij het nieuwe systeem. Kijk, vroeger had je uh, op het moment dat je een bepaalde uh, stoornis had, vroeger had je dan dat je een, een, een zakje met geld kreeg. Dus als, zei van, nou, als je tot tien sessies hebt, dan krijg je uh, deze zak met geld. En als je meer dan tien sessies hebt, krijg je een zo grotere zak met geld. Mm -hmm. Dus dat werd eigenlijk per uh, diagnose kreeg je een vergoeding. Mm -hmm. En sinds het zorgprestatiemodel is het zo dat je alleen voor de directe tijd vergoeding krijgt. Dus eigenlijk elke minuut die je doorbrengt met je cliënt, in de kamer of aan de telefoon of met beeldbellen... die krijg je dus voorgoed. Hm. Maar dat betekent dus eigenlijk indirect dat er dus een... een, een, per, een pre, de, het doel is eigenlijk van... Hey, dan ga je meer tijd met je patiënt doorbrengen. En van de ene kant is dat natuurlijk heel goed. Maar op het moment dat je de wat complexere patiënten hebt... die bijvoorbeeld uh, uh, nog extra zorg nodig hebben thuis... extra ondersteuning nodig hebben... over wie je graag overleggen wilt voeren voor wie je eigenlijk wilt zorgen dat het sociaal-maatschappelijk ook beter ingebed is... ja, daar krijg je geen geld voor. Dus daar ja. mag de aandacht minder naartoe gaan. Of als de cliënten bijvoorbeeld niet opkomen dagen... je no-shows krijg je niet voor goed. Dus daar komt dan eigenlijk een hele crux. Dus het is eigenlijk een heel goed systeem voor de mensen met milde klachten. Maar op het moment dat het ernstiger wordt, die klachten... dan krijg je dus, uh, is de kans dat je ze tegenover je krijgt in de kamer is gewoon kleiner... omdat er gewoon heel veel omheen zit... En dan krijg je dus minder geld. Ja, dus, dus eigenlijk neigt het een beetje naartoe dat de GGZ-instelling een bepaalde type patiënt het liefst heeft, omdat dat eigenlijk het ja. meest business wise vriendelijk is of het meest financieel vriendelijke is voor zo'n bedrijf. En het is ook heel mooi dat je benoemt dat in, je, in het vorige bedrijf waar je werkte, dat die failliet is gegaan. Dus het is ook hartstikke goed dat GGZ-instellingen daarin stratificeren en kijken van hey, deze patiënt hebben we nodig en we hebben meer van dit, meer van dat nodig. Omdat het nadeel kan zijn dat je dus ook failliet kan gaan. Ja zeker, ja, zeker. En ik denk soms ook dat we onderschatten van hoe duur zorg eigenlijk is. Ja. Dus bijvoorbeeld als je naar de algemene statistieken kijkt van um, wat een psycholoog kost, dan um, afhankelijk van uh, de in hoeverre die psycholoog gespecialiseerd is, dan kom je echt uit op tussen de 120 en 170 euro per uur. Ja. Dat ja. is wat de verzekering betaalt, zodat jij een uur met je cliënt in de kamer kan zitten. Ja. Dus in die zin is het denk ik ook wel heel belangrijk dat op het moment dat je uh, weinig klachten hebt, of, of, of dat je dus um, ja, dat je wel beseft van hé, hey, het is wel echt duur. Ja. En in Nederland uh, vergoeden we dat dan vergoed de zorgverzekering dat dus allemaal. Ja, tot na die eigen. Ja, dus je hebt wel je bijdrage. eigen risico inderdaad dus van 3,85. Of als je een verhoogd eigen risico hebt tot ik denk dat het nu 8,50 is of iets. Ja, dat betaal je wel, want vaak. Merken ze achteraf van, hey shit, ik heb 385 euro betaald hiervoor. Huh? Hoe kan dat? Of 890 ja, het is echt duur. en dat wordt alleen maar duurder natuurlijk. Alleen een intake is al iets van 200, 250 euro. Ja, dus dat tikt echt en aan. de sessies zijn dus uh, de behandelsessies tussen de 120 en de 170. Ja. Afhankelijk van, ja eigenlijk bij welk type specialist je zit. Ja, ook okay. van de psychologen. En in België dan hebben ze dus dat eigenlijk iedereen ook alles zelf betaalt. Ja, en ik, ik zie daar ook wel zeg maar een voordeel van in. Denk ik. Ik denk ook als je ergens zelf voor betaalt, ga je er ook meer voor. Wat ik wel eens ook merkte, dat bijvoorbeeld bij de huisarts, dat sommige mensen kwamen, je gaf ze advies. En de ene die nam dat heel serieus. En de andere dacht van ja, weet je, maar ik, ik, ik betaal mijn zorgverzekering. Dus jij moet mij gaan helpen. Ik ga het niet doen. Jij bent de dokter. Jij moet het gaan regelen voor mij. Dus je ja. krijgt dan een beetje. Ik kan mij voorstellen dat als je zelf iets geeft, dat je dan meer invested bent en meer je best doet. Dan dat alles je wordt gegeven. Bijvoorbeeld een, ik, ik noem maar wat. Een traject dat je voor 0 euro krijgt, of een traject dat je voor 100 euro moet kopen. Ja, je gaat meer je best doen voor die 100 euro. Want die 0 euro heb je gratis gekregen. En die van 100 euro denk van, nou ja, ik heb ervoor betaald. Dus nu moet ik er echt. Dit is een soort van stok achter de deur. Ja, zeker, zeker. Dus je zou ook bijvoorbeeld kunnen denken van, hé, hey, als het systeem, als je op, deze, op dit moment niet werkt. Van hé, hey, wat heb je dan nodig om het wel te laten werken? En ik vond het vond ik altijd wel de no-shows, hoor. Ja, Dat je dan denkt ja. Zo van, ja, dan hou je er rekening mee. Je wilt ook je manager blij maken. Dat je denkt zo van, nee hey, ik wil mijn productie doen. Ik doe echt mijn best. Ja. En uh, als iemand dan niet komt of heel vaak afzegt. En dan uh, dat, dat, was, dat is dan altijd wel lastig. En dan ja. uh, niet alleen omdat je dan ook een ander in die tijd had kunnen helpen. Maar ook omdat je dan weet eigenlijk hoe duur zorg is. En zeker ja. als je afdeling uh, half overhoop ligt. Ja, en, en vaak komen ze er ook mee weg, hè, met dat no-show. Dus eigenlijk, je hebt soms boetes, maar je hebt ook heel vaak gewoon dat dat het dan oké okay is. Uh, en volgens mij na een aantal keren dat je niet komt opdagen, word je gewoon ontslagen. Maar ja, goed, eindstand. Er zit een professional op jou te wachten een uur. En daarna zit hij een uur lang op TikTok te kijken. Of weet ik wel wat, wat je doet in die uur tijd. Of andere dingen aan het doen. Ja, het zijn administratie uitwerken en dan ja. die dingen doen voor de andere cliënten. Precies, precies, precies. Maar even terugkomen. Dus inderdaad, ja, voor, voor degene die deze vraag stelde, heeft angst. Dan ga je dus eigenlijk. Je kijkt waarschijnlijk eerst online. Daarna ga je naar de huisarts, de huisarts stuurt je door. Je, moet, ja. je komt op een wachtlijst ergens terecht en je hoopt dat je dan daar ook terechtkomt. En in de tussentijd heb je soms dan dat je bij de POH, dus de praktijkondersteuner GGZ, terechtkomt. Ja. En dat is eigenlijk iemand die jou ondersteunende gesprekken biedt, meer ter overbrugging, maar niet echt een behandeling biedt. Ja, dus dat zijn vaak um, hbo-opgeleide mensen die dan inderdaad um, een, een brede kennis hebben van algemene problematiek. En ja. die gaan dan eigenlijk veel begeleidender met je te werk die dan gewoon denken van hey, je bent defensief, van oké, okay, laten we wat doe je op een dag, laten we wat structuur gaan aanbrengen. Ja. Dus meer begeleidende gesprekken. De basics, ja. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk de, de, de meer de preventie, zou je eigenlijk bijna kunnen zeggen. De preventie en de vroegbehandeling. Ja. Dat dus je echt denkt zo van nou oké, okay, als je angstig bent van um, adem in en uit en uh, ademhalingsoefeningen. En ja, je hebt soms ook wel bij de POH GGZ. Heel soms zit er wel een psycholoog, maar meestal is het wel HBO. Ja, dat uh... hebben ze volgens mij ook afgeschaft. Dat was tot voor, voor een paar jaar geleden, had je ook wel eens een psycholoog als praktijkondersteuner. Ja, GZ. de basispsycholoog dan. Maar, mij, da ja. maar dan, daar zijn ze dus nu mee gestopt, volgens ja, mij. En ze hebben nu een aparte opleiding, inderdaad, van ja, twee jaar. Precies. Dus inderdaad, dus, dus dat zou dan als overbrugging uh, ja. meegenomen kunnen worden. En, en wat belangrijk is, is dus dan de huisarts en de GGZ... als het dus, dus gaat, is, daar betaal je ook geen eigen risico voor. Dus het is ook altijd belangrijk, um, denk ik ook überhaupt als je klachten hebt. Van hé, hey, laat altijd in ieder geval de huisarts meedenken. Want de huisarts is echt een speel in het web. En dat kan um, soms dus een beetje als negatief worden ervaren. Op het moment dat je dus als huisarts uh, minder grip erop hebt. Um, maar het is wel echt belangrijk om ook bijvoorbeeld te zeggen... voordat je paniekklachten hebt. Uh, het is altijd goed om even te kijken bij de huisarts van hey, kunnen lichamelijke oorzaken ja. uitgesloten worden. Want uh, wij als psychologen die. Um, ja, Wij gaan er eigenlijk vanuit dat als een huisarts iemand doorverstuurt, door, doorverwijst, eh, dat eigenlijk de lichamelijke oorzaken uitgesloten ja. zijn. Dus bijvoorbeeld bij depressie, dan, heb je, dan wil je eigenlijk wel een traag werkende schildklier, Wil je in ieder geval voor nadenken of dat een mogelijke oorzaak is? Ja. Of bepaalde. Ja, precies. Je wilt eigenlijk de lichamelijke oorzaken uitgesloten hebben. En daarom is het web ook heel mooi gecreëerd. Hè? Dus je komt eerst bij de huisarts. Die denkt van hey, is er toch niet iets lichamelijks aan de hand? Of uh, met bloedwaarde of wat dan ook. Daarna stuur je ze pas door naar een psycholoog. En ja, dat is een route die je uh, die, uh, bewandelt. Die even natuurlijk kan du duren. Want je moet ook wachten op je huisarts natuurlijk. Je huisarts moet ook in die kwartier tijd een inschatting kunnen maken. En vaak geeft de huisarts advies. En zegt dan. Nou weet je, kijk even hoe het gaat. En als het dan nog steeds niet gaat, laat het dan even weten. Dan gaan we nog een keer praten. Dus dit soort dingen kunnen wel even duren. Totdat je echt bij de psycholoog komt. En dat is ook. Waar onze cliënten voornamelijk het meeste over klagen. Dus dat zeggen van hé, hey, ik, ik ben al een jaar lang aan het wachten op hulp en ik heb het nu nog steeds niet. Ja. En dat is, dan, dat is dan het enige nadeel. En dat is denk ik ook de reden dat, dat jij dan voornamelijk ook voor jezelf bent begonnen. Dat je dacht van hé, hey, je wilt eigenlijk dat hele stuk weghalen. Ja. En als je hulp nodig hebt, dan verdien je dat eigenlijk deze week of volgende week al. Ja, dat is ook de reden dat ik het hele hybride depressietraject, het leefgelukkig traject heb ontwikkeld. Want ik dacht van kijk, ik, ik behandel al jarenlang mensen met depressies. En ik heb ook uh, voorheen ook uh, modules geschreven. En vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond van Cambridge ben ik ook gewend om publicaties te schrijven. En ik dacht zo van, nou, er is echt een heel groot gedeelte van de dingen die ik vertel aan mijn cliënten, die eigenlijk hetzelfde zijn. Hè? Gewoon de algemene kennis, de vaardigheden, wat je moet doen. Ik heb mijn eigen manier ontwikkeld eigenlijk om de algemene de wetenschappelijk bewezen behandelingen... om die ook aan te vullen met de dingen... die ik in de praktijk echt uh, ontdek en die ik ondervind. En dat je daarin dus ook veel meer gaat kijken van... hé, hey, maar wat is nou belangrijk voor je? Wat zijn jouw waarden? Ja. En uh, wat zijn andere verklaringen? En niet alleen een depressie, maar ook... hé, hey, ben je emoties aan het vermijden? Ben je situaties aan het vermijden? Hoe houdt jouw gedachtepatroon jouw depressie in stand? En uh, waarom ben je depressie? Is het depressie of mis je iets in je leven waardoor je geen waarde haalt uit je leven... waardoor je gewoon een beetje vlak wordt. Dus al dat soort dingen dacht ik van... nou, je hebt zelf daar helemaal je structuur... en je manier in ontwikkeld. En je ziet gewoon bij je cliënten dat het werkt. En dan denk ik van... nou, moet ik daar niet gewoon zelf iets mee doen? Ja. En toen heb ik gewoon een jaar lang... Uh, anderhalf jaar lang dit traject geschreven. Een videotraject van tien uh, uur. En juist ook met het idee... ik vind het zo zonde dat als mensen... somber of depressief thuis zijn... nou, op het moment dat je depressief bent... De helft van de mensen die gaat überhaupt naar de huisarts, de andere helft blijft thuis. Ja. Maar de huisarts gaat natuurlijk niet naar je thuis om te vragen, hey, hoe gaat het? En ik ga je motiveren om wel naar mij toe te komen. Als je ja. geen duidelijke alarmsignalen krijgt. Je hebt zelf een aandeel, hè? Ja. En dan bij de huisarts, dan krijgt nog een groot gedeelte krijgt, uh, antidepressiva, omdat er uh, ja, die wordt dan ook voorgeschreven omdat daar een vraag naar is. Ja. En uiteindelijk werd volgens mij 20% doorgestuurd naar de uh, GGZ. En dan hoop je dat het dan daar goed behandeld wordt. Ja. Um, maar dan heb je het dus eigenlijk over een heel groot percentage die dus wel klachten heeft, maar er eigenlijk niet of onvoldoende mee geholpen wordt. Ja, precies. Dus inderdaad, die hele lange route die je bewandelt, ja. dat wilden, wilden we dus eigenlijk wegnemen. En nu kan je dus als het ware zelfs volgende week al geholpen worden aan je depressie. Ja, of precies. zelfs deze week nog. Ja, wij, doen er wel altijd, uh, wij willen wel altijd persoonlijk met je in gesprek komen om te kijken of het een goede indicatie is en of het helpend is bij je. Ja. Juist omdat het zo belangrijk is om te weten van hé. Hey wat komt waardoor en waardoor kan je geholpen worden? Precies. En ja, dat kan je dus rand, uh, onder andere via ons Depressiecheck doen. Dus uh, op slash depressiecheck kun je dus onze vragenlijst invullen. Dan krijg je een score over hoe ernstig je depressie is. En je krijgt de optie of je wilt dat wij meedenken met je wat kan helpen of niet. En dan kunnen we ook meekijken van of je eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor het leefgelukkig traject en verslaai je depressie. En uh, als, dat, als je in aanmerking komt, zou je in principe zelfs nog morgen kunnen beginnen daarmee. Ja. Dus, uh, dus ik denk de ideale tussenoplossing of de ideale oplossing. Want veel mensen worden ook echt geholpen met dit traject. Je hebt ook een op een sessies met jou onder andere. Dus dat is het allemaal, allemaal inbegrepen. Dus ik denk wel een ideale kans voor als je sombere klachten hebt, dat dit de ideale kans is om... Uh, om je eerste actie te ondernemen. Ik zit nu bijna te denken, moet ik niet ook een angstreactie gaan ontwikkelen? Maar dan weet ik dat ik anderhalf jaar bezig ben. Ja, nou ja, goed. Anderhalf jaar tijd is best wel veel tijd. Dus uh, dat is een beetje de vraag of je dat uh, ervoor over hebt. En uh, of je, ja, misschien of ja ervoor over hebt, of je die tijd wel hebt, natuurlijk. Ja. Oké, okay, dus ik denk voor nu uh, inderdaad de opties, als jij klachten hebt, je kan naar de huisarts gaan en dan overbrugging bij de POH richting de GGZ. En dan is de vraag van inderdaad of je doorverwezen wordt en of je bij de juiste afdeling komt. En bij de basis GGZ na tien sessies kun je nog doorgestuurd worden naar de specialistische GGZ. Of je kiest ervoor om bijvoorbeeld contact op te nemen met ons en dan kijken wij of, jij, of wij jou gelijk kunnen helpen. En dat kan middels denk ik het kerntraject, wat ook ontzettend interessant is. Het is wel een andere benadering van de psychologie. Misschien kan jij dat beter uitleggen. Ja, dus normaal bijvoorbeeld essay voor je paniekklachten. Normaal gezien dan ga je symptoomgericht kijken van: hé, hey, je paniekklachten, dat past bij een paniekstoornis. En we gaan de paniekstoornis uh, aanpakken. Dus bij een paniek is dat dan bijvoorbeeld dat je lichamelijke uh, ervaringen gaat leren verdragen. Dat je anders gaat nadenken over je lichamelijke klachten. En dat je minder moet gaan vermijden. En dat kan bij sommige mensen zeker wat helpen. Maar wat je dus ook ziet. Is dat zeker bij angststoornissen, dat de helft van de bijdrage aan je angststoornissen, die heeft ook te maken met eigenlijk vroege ingrijpende levenservaringen. Hm. Dus zeker op het moment dat je denkt, van hé, hey, ik heb um, wel het een en ander meegemaakt vroeger, of dat je bijvoorbeeld hebt gehad dat je dus je angst um, uh, een beetje geholpen werd bij bijvoorbeeld een traditionele behandeling, dan zou zo'n kerntrek heel erg interessant kunnen zijn. Want dan ga je dus eerst naar de kern toe van hé. Hey, Waarom ben ik wat angstiger of verzorgder aangelegd? Of waarom heb ik veel lichamelijke klachten op relatief kleine triggers? En dan ga je dus eerst naar de kern toe. En dan ga je dat dus juist heel veel inzicht krijgen van: hé, hey, waarom gebeurt dit? Leer jezelf echt begrijpen tot in je diepste kern dus. En dan van daaruit, pas in latere stadia. Ja, mogelijk kunnen we dan ook hè, tijdens de een op één sessies met mij dan ook kijken van: hé, hey, kunnen we ook die uh, angstkracht op symptoomniveau nu ook aanpakken? Hè? Had jij die kern nodig? Om die klachtenvermindering uh, ver te bewerkstelligen. Yeah. En wat je dus ook vaak merkt is dat als je het echt begrijpt en naar die kern toe gaat, um, dat eigenlijk mensen het vanzelf al op kunnen pakken. Ja. Yeah. Dus dat, um, wan want vaak mensen weten wel van hé, hey, als ik uh, als ik bang ben en als ik de neiging heb om drukke plekken of het OV te vermijden, mensen weten wel zo van, hey, dat moet ik eigenlijk doen. Yeah. Um, en ik durf het niet. Maar op het moment dat je jezelf echt begrijpt, dan is het dus ook veel makkelijker om. Die dingen waarvan je weet dat het gaat helpen. Om dat dus ook zelf toe te gaan pushen, uh, passen. Ja, en daar kan ik je ook natuurlijk altijd in motiveren. Of als je ergens over twijfelt, over meedenken. Ja, dus inderdaad. Het kentraject dat begint eigenlijk met een hersenanalyse. En een levensnetwerkanalyse. Waarin je dus de persoonlijkheid, verleden trauma's uh, en de, de, de hersennetwerken, de neurale paden, duidelijk in beeld krijgt. Ja. En eigenlijk analyseert waarom iemand is zoals diegene is. Ja. En van daaruit kijk je dan met verschillende technieken van... Hey, hoe kunnen we vanuit die kern kijken van hoe we invloed kunnen hebben op de klachten. Ja. Nou ja, mocht je thuis zitten en denken van... Hey, dit klinkt interessant, ik heb ook uh, aardig wat dingen meegemaakt... of misschien weinig dingen meegemaakt... maar ik begrijp niet waar mijn klachten vandaan komen... dan zou je hiervoor over meer informatie kunnen lezen op onze website... Slash bellen en dan zou je kunnen kijken of het kentraject wat voor jou is. Het is in ieder geval een hele bijzondere behandeling. Best wel confronterend ook. Er komen ook aardig wat emoties, want als je gaat porren in dat verleden en in die kern, het kan best heftig zijn, best intens voor sommige mensen. Er komen soms ook, ik noem het ook wel eens, er komen wel eens skeletten uit de kast waarvan je niet wist dat je ze had. Ja, dus je moet het wel echt willen. Precies. Wij gaan natuurlijk ook, we, we, we doen, ik, ik ga je niet meer van je vragen dan dat je aan kan. Ja. Um, maar het is wel, je moet wel de intentie hebben om het probleem bij de kern aan te pakken. Ja. En wat je vaak ziet bij angst en ook bij andere klachten overigens, is dat we het eigenlijk makkelijker vinden om te vermijden, om een beetje om het probleem heen te dansen, dan het probleem echt bij de, de koel bij de horens uh, ja. aan te pakken. Ja. Uh, dus dat is wel iets wat je moet willen. En ja. daarin kunnen wij je natuurlijk wel motiveren op het moment dat dat moeilijk is, of met je meedenken hoe je die obstakels kan overwinnen. Um, maar de intentie moet denk ik wel zijn van, hé, hey, ga het probleem echt goed aanpakken. Ja, nou goed. Je weet, je weet het terecht te vinden op onze website. Uh, voor nu hebben we een tip van de week. Um, nou, ik denk dat het sowieso een hele belangrijke tip van de week is dat op het moment, hè, ga eens bij jezelf na, van welke klachten heb ik al, en welke klachten heb ik al langer. En neem wel echt die eerste stap om naar de huisarts te gaan, om die klachten uitgesloten te krijgen, om een beetje zicht te krijgen, want het kan soms zo makkelijk zijn om jarenlang of wekenlang met klachten rond te lopen. Maar zorg in ieder geval dat de belangrijkste oorzaken dat die uitgesloten worden. Ja. Dus dat je eigenlijk zicht krijgt op die belangrijkste oorzaken. En op het moment dat die uitgesloten zijn, um, krijg je in ieder geval zicht op. En neem gewoon die eerste stap om hulp te zoeken. Ja. En het is dus logisch om bij de huisarts dus de belangrijkste oorzaken uit te laten sluiten. Maar hè, kies ook de hulp die bij jou past. Ja. Ja, precies. En, en sterker nog, je komt niet eens in aanmerking voor een scantraject traject als de lichamelijke oorzaken niet zijn uitgesloten. Ja. Daar kunnen we natuurlijk ook bij nadenken. Ik heb gelukkig ook genoeg jaren ervaring in de huisartspraktijk om dat te kunnen uitsluiten. Of je nog extra hulp nodig hebt vanuit de huisartspraktijk of niet. Maar uh, laat in ieder geval altijd ook lichamelijke oorzaken uitsluiten als je het idee hebt dat dat mogelijk kan bijdragen. Ja, en in die zin, als je ergens zorgen over maakt, dan is de huisarts ook altijd paraat om. Je mag ook naar de huisarts als je zorgen maakt over iets ja. om je gerust te laten stellen. Precies, het nee, zijn ontzettend het niet lieve niet mensen. Dat, ja. Ja. ja, precies. En, en stel dat je denkt van, hé, hey, ik weet het niet, kun je ons altijd ook gewoon een berichtje sturen. Hè? Bijvoorbeeld op Instagram, het Daar kun je ons ook gewoon vinden en dan denken we ook graag met je mee of, uh, of jij dat moet doen of niet en wat de beste route voor je zou kunnen zijn. Ja, en wat denk ik nog een mooie toevoeging is, of een belangrijke toevoeging, is dat juist omdat wij dus niet samenwerken met uh, zorgverzekeringen en juist omdat wij dus eigenlijk een uniek traject hebben neergezet, zijn we dus niet vergoed. Ja, en dus dan... um, ja. Ja, dat zorgt er ook voor dat we eigenlijk zonder die DSM-grenzen kunnen werken. Ja, we kunnen je gewoon echt de, be de begeleiding en behandeling bieden die perfect bij jou past. En dat kunnen we ook gewoon intensiveren. En dan kunnen we gewoon echt kijken van hé, hey, wat heb jij specifiek nodig? Ja. Zonder dat we daarin ons moeten houden aan bepaalde kaders. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, dankjewel voor je aanwezigheid weer, Aisha. Ja, ook bedankt. Graag gedaan. En voor jou die geluisterd heeft naar deze podcast, ik hoop dat je het leuk vond, of wij hopen dat althans. En mocht je het leuk vinden, vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal. Het is een klein knopje hier uh, op het kanaal. Dat kan op YouTube en op Spotify. En vergeet ook geen beoordeling achter te laten, want dat, laat, dat zorgt ervoor dat deze podcast wat meer naar de wereld, in, de wereld in wordt geduwd, om het even zo te noemen. En dat meer mensen geholpen kunnen worden met dit soort informatie en advies. En uh, we zijn ook altijd benieuwd naar wat je van deze podcast vindt. Dus vergeet ook vooral niet om een reactie achter te laten, want uh, wij vinden het hartstikke leuk om met jou ook uh, te kunnen connecten. Dan zou ik zeggen voor nu, tot de volgende week dan maar weer. Tot de volgende week.